bezoek bij Krooktuning in Bunschoten-Spakenburg. Krooktuning is de uitlaatspecialist van Midden-Nederland. We zijn momenteel onderweg, rijden een Audi S6 Avant met het welbekende 4 liter TFC-blok. 8 cilinders, 2 turbo's. Klinkt natuurlijk best lekker, maar deze auto klinkt nog lekkerder, want die is voorzien van een Akrapovic-uitlaat. Kortom, schreeuwen! Nogmaals, de Audi S6 Avant, ja, met Akrapovic uitlaatsysteem. Ze zijn hier wel serieus bezig hoor. We zien nog een Ferrari F12, V12 Power, klinkt van zichzelf ongelooflijk goed. De BMW M3 heeft Krooktuning voorzien van een Magnaflow uitlaatsysteem. En de Muscle Car Dodge Challenger voorzien van een eigen ontwikkeld Krooktuning uitlaatsysteem. Ja, 4 prachtige auto's, maar de wagen waar wij mee gaan rijden staat hier niet tussen. Zijn we op pad met de Porsche Macan Turbo, een kleine medium SUV die net iets onder de Porsche Cayenne is geplaatst. En ja, wij rijden dus met de Turbo variant, het topmodel, 400 pk, 550 Nm aan koppel. Een sprintje van 0 naar 100 gaat in 4,8 seconden en die sprint gaat dan door tot 266 km per uur. Aan de cijfers ligt het dus niet. Ja, echter, de eigenaar van deze auto heeft de auto besteld met een sportuitlaat, officieel aan fabriek van Porsche. Maar toch was het geluid niet goed genoeg. De totale beleving als topmodel, ja, daarmee onderscheidde die zich eigenlijk niet genoeg van een gewone Porsche Macan S. Standaard die Macan Turbo, ja, de naam zegt het dus al, ja, heeft een 3,6 liter grote V6 biturbo motor. En dat is het nadeel van een turbomotor. Het geluid is gewoon niet echt om over naar huis te schrijven. Maar daar kan je dus wat aan doen. Zo ook bij deze auto. We hebben nu gewoon een volledig open sportuitlaat. Die zo waanzinnig zuiver en lekker klinkt. Bij het schakelen, ja, heb je die klappen echt en dan laat je gas los. Dan ruttelt die, geeft hij die backfire. Ja, wat er eigenlijk voor zorgt dat de totale beleving van zo'n auto veel sportiever is. Nu echt een hele lekkere auto. Hij is lichter en ligt lager op de weg als een Porsche Cayenne. De auto stuurt, ja, lekker licht. Je kan hem wel heel mooi plaatsen. De Macan heeft een vierwiel standaard, een vierwiel aandrijvingssysteem. Dat vierwieldrijfsysteem, ja, is niet helemaal zoals een normaal vierwieldrijfsysteem. Want ja, dit is veel sportiever ingesteld. We hebben 80% van de aandrijving op de achterwielen. Ja, en zo nodig zal hij dat verdelen over 50-50. 50% op de vooras, 50% op de achteras. Maar ja, standaard dus 80% naar achteren. En dat zorgt ervoor dat zo'n auto gewoon heel lekker te plaatsen is. Met een Range Rover Evoque, Audi SQ5, we hebben natuurlijk nog de BMW X3. Maar ja, eigenlijk worden al die modellen niet echt met zoveel vermogen geleverd. Porsche doet dat dus wel. En daar zijn ze gewoon heel erg goed in. Want ik denk dat er heel veel mensen zijn die vroeger Porsche Cayenne reden. Die nu zeggen van we gaan Macan rijden. Dat ding rijdt gewoon lekkerder, is voordeliger. Standaard, ja, de Macan is te bestellen vanaf 100.700 euro. Dat is natuurlijk een hoop geld.
Maar ja, wil je een Cayenne een beetje vol hebben en als turbo variant, ga je snel richting het dubbele, richting de 2 ton. Ja, 50% van de onderdelen komen van Audi af. Het moederconcern Volkswagen heeft deze auto eigenlijk bedacht. Porsche heeft daar wel heel veel onderdelen aan toegevoegd, waardoor je echt kan zeggen dat die auto wel gewoon een ware Porsche is. Het is geen Audi Q5 in een Porsche jasje, dat voel je aan alles. Dat gas denk ik, oh, wat klinkt dat ding lekker. En dan kom ik toch wel tot de conclusie dat als je een Porsche Macan Turbo koopt, je hem zeker even bij Krook Tuning langs moet brengen om deze uitlaat te laten monteren. Overigens, heb je geen Porsche Macan, kun je natuurlijk ook bij de jongens in Bunschoten terecht. Ze zijn dealer van Akrapovic, Capristo, Supersprint, IJzerman, Magnaflow. Ja, eigenlijk via elke uitlaat kunnen ze wel leveren voor een auto. Het mooie is het niet beschikbaar voor de auto, dan wordt die op maat voor je gemaakt. Dat is natuurlijk wel heel gaaf. Het zijn echte specialisten die weten wat ze doen. En dat voel ik ook vandaag weer, want deze uitlaat is zelf ontwikkeld door Krook Tuning. En wat ik merk is dat die auto qua geluid niet te veel doordreunt. Het voelt heel verfijnd en dat is mooi.